Normaal zijn ze onmisbaar voor mensen die moeite hebben met hun financiën. Maar vandaag staat Forte Geldzaken zelf in het zonnetje. Soms lukt het niet meer om zelf de post bij te houden of je financiën goed te regelen. De vrijwilligers van Forte Geldzaken, onderdeel van Forte Welzijn, staan dan klaar om je hierbij te helpen. In een tijd waarin alles steeds duurder wordt, wordt er ook steeds vaker een beroep op hen gedaan. Vandaag staat de organisatie zelf even in het zonnetje, want ze bestaan 10 jaar. In 2012 kregen wij bij STUW, dat is de voorloper van Forte Welzijn, kregen wij de opdracht van de gemeente om vrijwilligers te gaan zoeken en trainen die inwoners gaan helpen met hun financiële administratie. En de gedachte daarbij was, als je weet hoe je ervoor staat met je inkomsten en uitgaven, dan loop je minder kans op schulden. Net voor het 10-jarig jubileum was er een zogenoemde rondkomweek. In deze weken konden mensen ervaren hoe het is om met weinig geld te leven. Het was eerst heel erg leerzaam en eervol dat ik mee mocht doen. Het is zo eervol omdat ik echt heel van kan leren. Het is niet, laat ik niet vooropstellen dat ik niet echt in dezelfde situatie kan zitten als die mensen die echt elke week in dag in dag uit moeten leven van dat kleine inkomen. Maar wat ik er zelf van heb kunnen leren is dat je gewoon door de supermarkt loopt en kijkt van hey, dit kan ik wel kopen, dit kan ik niet kopen. Het is echt een soort van kijken van, nou, wat kan ik hebben zodat ik het vanavond op tafel kan zetten voor mezelf om te eten. En gaat het überhaupt wel lukken om iets op tafel te zetten? Om te eten, kom ik aan het einde van de week wel rond. Je bent eigenlijk constant aan het nadenken van, hey, gaat het wel lukken? Wethouder René Post is erg te spreken over de inzet in de afgelopen 10 jaar door de vrijwilligers. Fantastisch dat Forte Geldzaken dit doet. Zeker met het enorm aantal vrijwilligers wat ze hebben. 24 nu. Allemaal gemotiveerd, allemaal goed opgeleid. En met een heel veel bagage die ze bij zich hebben, die ze meebrengen als ervaring naar de inwoners van Overbetuwe toe. Fantastisch. Tijdens het jubileum werden ook 2 vrijwilligers gehuldigd door de wethouder. De vrijwilligers van Forte Geldzaken worden voor verschillende dingen ingezet om de inwoners te helpen. We werken eraan mee dat inwoners zo financieel gezond mogelijk zijn. En dat doen we door een vrijwilliger te koppelen aan een inwoner. En wat bieden we dan? Hulp bij thuisadministratie. Dus samen zorgen voor inzicht en overzicht. En eventueel een administratiemap aanleggen. Daar tips voor geven. We helpen ook bij het aanvragen van voorzieningen. En dan kan je denken aan de minimaregelingen van de gemeente. Maar ook bijvoorbeeld de toeslagen van de overheid. En we helpen ook mensen met een laag inkomen bij de aangifte van de inkomstenbelasting. En we hebben ook een financieel spreekuur. En daar kan ik nog wat nieuws over vertellen. Dat spreekuur was er al in Elst om de week. Maar nu met ingang van oktober hebben we ook een maandelijks spreekuur in Herveld en in Heteren. Dus we komen dichter naar de mensen toe in de hoop dat ze hun vragen ook eerder stellen aan ons. Al 7 weken lang is het Valkhof Museum gesloten. Die tijd was nodig om de nieuwe spectaculaire expositie over zwarte gaten op te bouwen. Into the Black Hole. Vanaf aanstaande dinsdag gaat het museum weer open en daarmee ook deze expositie. Maar vandaag namen wij alvast een kijkje. We staan in Into the Black Hole, nieuwe tentoonstelling van het Valkhof Museum die wij samen met de Radboud Universiteit hebben georganiseerd. Aanleiding was eigenlijk de allereerste afbeelding van een zwart gat die in 2019 is gepresenteerd. Onder meer door Heino Valken, hoogleraar astronomie bij de Radboud Universiteit. En met hem en met 28 studenten van de Radboud Universiteit hebben we samengewerkt in de totstandkoming van deze tentoonstelling. De samenwerking was voor de student ook zeer leerzaam. Nou ja, wij zijn eigenlijk helemaal meegenomen in het proces van hoe een tentoonstelling eigenlijk tot stand moet komen. De Public in Residence, zo is het genoemd, dat de studenten meewerken, bestond uit 2 verschillende groepen, een kerngroep en een senaat. Wij hebben gewoon het hele proces met haar mee doorlopen. Dus van het tentoonstellingsnarratief tot de selectie van objecten, tot het educatieve programma. Wij hebben er allemaal over meegedacht. Tijdens de tentoonstelling is niet alleen maar wetenschap te zien. We hebben prachtige kunstwerken van 10 hedendaagse kunstenaars. Sommige uit Nijmegen, maar sommige ook uit Amerika of Zuid-Afrika. En die hebben hier bestaand en nieuw werk opgebouwd. Wat allemaal rondom de fascinatie voor de kosmos en het zwarte gat draait. En daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor de wetenschappelijke kant rondom zwarte gaten. In een aantal educatieve films
en setups hebben we geprobeerd om de best wel moeilijke wetenschappelijke kennis over zwarte gaten toch voor een heel breed publiek toegankelijk te maken. En deze samenwerking is eigenlijk nog heel erg nieuw. Het wordt eigenlijk steeds meer verkend in het hele project genaamd Ontgrenzen, waar ook Museum Arnhem aan meewerkt. Dat maakt het eigenlijk wel ontzettend speciaal. En natuurlijk hebben ze zelf ook een favoriet. Hele moeilijke vraag, maar ik denk dat ik dan toch kies voor het hele spannende en explosieve einde van de tentoonstelling. Dat is een installatie waar je echt in kan, van Marshmallow Laser Feast, collectief uit Londen. En zij hebben een installatie gemaakt, een ruimte waar je in gaat. En overal om je heen kan je de explosie van een supernova ervaren en het ontstaan van een zwart gat. Er komt toch een apotheek in de medische hoek van het nieuwe Wanmolen inzetten. De apotheek Midden-Betuwe was eerder afgehaakt, maar de nieuwe eigenaar heeft nu alsnog voor de samenwerking getekend. Volgend jaar wordt er met de sloop en de nieuwbouw van de Wanmolen begonnen. Het zalencomplex maakt plaats voor nieuwbouw, bestaand uit 3 sportzalen, een bibliotheek, een dorpshuis en een plein met medische diensten. Starters op de woningmarkt in de regio Nijmegen krijgen voortaan meer kansen. Volgend jaar treedt de nieuwe huisvestingsverordening in werking en wordt het percentage voor loting verhoogd van 15% naar een bandbreedte van maximaal 30%. Veel gemeenten hadden daarnaast de wens om meer sociale huurwoningen aan de eigen inwoners te kunnen toewijzen. In de nieuwe verordening wordt daaraan tegemoet gekomen. Met ingang van 1 januari 2024 wordt het mogelijk om de helft van de sociale huurwoningen die middels nieuwbouw in een gemeente wordt toegevoegd, toe te wijzen aan inwoners uit die gemeente. Geschiedenisfestival Toen is momenteel in volle gang in Nijmegen. Vooral in oude ondergrondse ruimtes zijn er allerlei activiteiten te doen. Zo konden leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Sterrendans donderdagmiddag terecht in de Old Cave. Studenten van de Radboud Universiteit geven hier namelijk een workshop, letterlocking. Een ouderwetse manier om brieven te versleutelen. Een letterlocking workshop dus. Maar wat is letterlocking nou eigenlijk? Letterlocking is eigenlijk een manier waarop mensen in het verleden ervoor zorgden dat brieven op een beveiligde manier verstuurd konden worden. Dus mensen vouwden op een bepaalde specifieke manier hun brief, zodat met een bepaalde was ook erop, die dan niet gebroken kon worden. En als die dan bij degene kwam waar de brief voor bedoeld was en die zag dat er de brief was opengevouwen, dan kon men heel makkelijk zien dat hij onderschept was en dat hij dus gelezen was. Dus op deze manier probeerde men te voorkomen dat brieven stiekem gelezen werden tussendoor. Dus het was een soort beveiliging van communicatie. Nou, het thema van deze week is eigenlijk ondergronds. En we dachten, oh, wat is nou spannend, wat is nou ondergronds? Toen dachten we, ja, een soort geheime manier van communicatie klinkt voor ons spannend, ondergronds, dus vandaar. We geven 2 workshops van 3 kwartier aan een grote groep basisschoolkinderen. Ik zal eerst uitleg geven over de context van letterlocking en de historische context ook daarvan. En een beetje aan de kinderen vragen van, goh, wat vinden jullie nou geheime manieren van communicatie? En vervolgens zullen we vooral aan de slag gaan met z'n allen en heel veel vouwen, 3 verschillende brieven uitproberen. Dus dat. Eens even kijken wat de kinderen er zelf van vinden. Wat zien jullie hier aan het doen? We zijn soms ook brieven aan het vouwen, maar dan met een slot erop. En wat vind je van deze workshop tot zover? Ik vind het wel leuk. Het is best wel interessant en je leert ook wat over de oorlog, een soort van waar ze het vooral gebruikten. Wat vind je van de workshop? Ik vind het wel leuk. Ja. En waarom? Nou, je leert allemaal nieuwe dingen en zo. Ja, dat is gewoon heel leuk. En wat heb je de afgelopen tijd gedaan? Deze 2 hebben we gemaakt. Gevouwd met gewoon papier. En deze gaan we straks ook was op doen. Ja, na een behoorlijk regenachtige dag zal er morgen nog niet veel veranderen. Ook dan zal er van tijd tot tijd de nodige regen gaan vallen. Morgen gaat dat alleen wel samen met een krachtige wind. En is er ook nog iets bijzonders te melden. De temperatuur die schiet namelijk weer even omhoog naar zo'n 23 graden in onze regio. Maar veel zullen we daar niet aan hebben gezien de rest van het weerbeeld. In het weekend vindt er een duidelijke weersomslag plaats. De temperatuur neemt een duikvlucht naar 15 graden op zaterdag en slechts 11 op zondag. In de nachten kan het kwik zelfs tot 3 graden zakken, wat betekent dat er lokaal aan de grond een gaatje vos kan ontstaan. Het zijn de grillen van de herfst. Zo snel kan dat dus gaan.
En tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 12 oktober. Volg ons ook eventjes op Facebook, X en op Instagram. Dat kan via RN7 Online. En houd voor het laatste nieuws onze website en app in de gaten. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!